MTNL bestaat 25 jaar. En speciaal voor deze gelegenheid, terug van weg geweest, Sahbi en Kardash. Ja, ja, daar staan we weer als Sahbi en Kardash. Na 6 jaar afwezigheid en weer een bomvolle muziekcafé Bitterzoet hier in Amsterdam. Sahbi en Kardash ontstond in 2001 en in 2004 gingen we helaas alweer uit elkaar. Oh. Maar we zijn er weer, we zijn terug voor deze ene keer omdat MTNL 25 jaar bestaat. Ja, en in de afgelopen jaren dat we programma's maakten hebben we heel veel verhalen gehoord, veel problemen gehoord, veel talenten gezien, maar vooral heel veel positiviteit meegemaakt. En voordat we gaan beginnen met het programma, blikken we even terug op die goede oude tijd met Sahbi en Kardash. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sahbi en Kardash vanuit Muziekcafé Bitterzoet. We gaan het vandaag hebben over integratie, want wat is dat nou precies? En wie moet het doen? Yeah! Brussel is ver weggestaan, nou voor Gerrit. Ik ben mijn geloofwaardigheid in Europa totaal kwijt. Ik hoop dat ik het goed ga serveren. Ik hoef gelukkig niks te doen. Heb jij bij de laatste verkiezing gestemd? Nee. Toen was hij nog minderjarig. Oh ja, hij wel. Hij wel, dat is waar. Het is 5:30. Ik ben al wakker. Kardash, wakker worden. Reemster is altijd laat. Veel te vaak met regelmaat. Reemster. Hoe komt het dat die jongeren daar die buurt terroriseren? Omdat er gewoon geen flikker te doen is voor de jongeren. Ja. Heb je dat vaak, dat mannen bang zijn voor je? Niet dat ik weet. Ik heb een schat van een vrouw, Fleur. Hè? Met een blanke kleur. Amerika, Nederland, passen. Hey broer, wat gaan we doen vandaag? We gaan in deze studio babbelen met een aantal mensen over het wel of niet weigeren van Turkse Marokkaanse jongens bij discotheken. Het doet mij Barbia. Wat doet mij Barbia? Het doet mij Barbia. Is het melk? Rajideli. Lekker arme. Maar zie je dus dat het hier echt gewoon klein Amsterdam is? Ja, ja man. Heel Oost-West is hier. Het liefst hebben ze ons ergens ja, toch in een hoekje verstopt. En dat ze nooit over ons horen. Maar we zijn er. En dat is het probleem. En ze willen niet dat we er zijn, maar we zijn er. En er zijn problemen met ons. Weet je, maar ze willen het niet horen. Voorbehoedsmiddelen zijn uit de boze. Voorbehoedsmiddelen staan niet in dit boek. Dus? Gaan we het vandaag hebben over seks. Hé, daar zit wiet in. Zit wiet in. Nou, iemand wordt wakker, hè? Zal ik het eens proberen? Ja. Ik rook nog wel af en toe een jointje. Maar dat moet kunnen, toch? Dat zegt ook iedereen. Jelan moet mij altijd afkraken. Je bent een Turk. Je bent enig skin. En je bent een vrouw. Loopt toch nou niet te zeiken zo? Het gaat nu niet over mij. Ik ga het zo antwoorden. Jullie toch een feit? En wie er wel bij is... Dat wilde ik net zeggen, dat is... It's a man's world. Ja. Yeah. In a woman's universe. Oh man, die slaat in. Oh. Sahbi, ga maar lekker naar huis. Ja, ja, Kardash. We hebben echt een leuke tijd gehad. Maar wat waren we jong en vooral onschuldig en zo naïef nog, hè? Ja, en slank ook. Maar eigenlijk wat mij wel opvalt als je zo alles terugziet, is alle onderwerpen die we hebben behandeld, of het nou deurbeleid was, integratie, seks, drugs, vrouwenemancipatie. Eigenlijk kwam het gewoon altijd neer op de positie van jongeren hierin, toch? Juist, want wat is die positie nou eigenlijk van jongeren in Nederland? En hoe was dat vroeger en hoe is dat nu? Wat is er allemaal veranderd? Daarover praten we hier aan tafel. Dat doen we met Tofik Dibi, Belmer Stijl en met Rox van THC. Welkom. En ik ga gelijk met jou beginnen, Rox. Want een van onze meest memorabele uitzendingen was ook waar Arbidjan in zat met We zijn er. Was jongeren bij het vuilnis. Kan je nog iets terughalen erover, waar het toen over ging? Voor THC was het natuurlijk echt het begin, weet je. Ik denk dat Sahbi en Kardash echt ons het juiste duwtje in de rug hebben gegeven om gewoon wat we nodig hebben. Dus ja, we zijn nu veel verder in de game. Inderdaad, wil je weten hoe het voelt? Eigenlijk die hele tekst, vooral de eerste verse van Arbi, zet al eigenlijk het hele probleem neer waar we het toen over hadden en waar we het vandaag ook over gaan hebben. Dus laten we even kijken naar wil je weten hoe het voelt. Yeah. No.
lopen in de schoenen die ik loop. Wil je smoken van die wierie die ik loop? Wil je weten hoe het voelt om altijd anders te zijn? Wil je weten hoe het voelt om ook een hustler te zijn? Wil je lopen in de schoenen die ik loop? Wil je smoken van die wierie die ik loop? Wil je weten hoe het voelt om altijd anders te zijn? Wil je weten hoe het voelt om buitenlander te zijn? Ik ben bekend als het gaat om trenden, leven op straat. Dat vind ik zeker paraat. Trek om hemels, je vaart, je kent het. Inderdaad, ik ben er zeker, sta daar voor mijn mannen. Zie ze vallen voor mijn hulste grond raakt. Ik weet als ik doe wat ik blijf doen. Voor mijn poen is mijn leven voorgoed verdoemd. En dat voor de roem, elke dag op mijn stoep. Word ik een boef of daar genoemd. Het leven is goed voor me, maar soms zegt het als een zoen. Dus als ik de straten beloof, kraak ik mijn hoofd. Maak ik me dood, pak ik het of laat ik het zo. Ding met mijn maag, ik moet brood hebben. Ik sta in de goot, red me, ik wil vaker mijn dood. Sneller varen en hopen dat het niet waar is. Gevaar is op de loek, om dichterbij. Onze jonge generatie is zwaar in de meerderheid. Ze leren strijd, ze leren scheid. Hebben aan de maatschappij. Want what the fuck doet de maatschappij voor mij? Ja, what the fuck doet de maatschappij voor mij? Wat in het refrein hebben jullie het over echt buitensluitingen. Kan je dat gevoel een beetje omschrijven? Het is moeilijk te omschrijven, weet je. Het is een gevoel wat je kent als je het meemaakt. En ik denk, als je het meemaakt, dat je het op zoveel vlakken meemaakt. Eigenlijk al vanaf school. Mm-hmm. Maar wat moet je dan meemaken? Het gevoel gewoon dat je er niet helemaal bij hoort, mm-hmm. weet je. En het gevoel dat mensen anders naar je kijken. Ja, wanneer had jij dat? Wat ik zeg, bij mij begon het gewoon al op de basisschool, weet je. Als je ziet dat je van bepaalde ouders, dat bepaalde kinderen niet met jou om mogen gaan van bepaalde ouders, weet je. Om, weet je toch, wat voor soort reden dan ook, ja toch. Maar wat doet zo'n gevoel van uitsluiting met je dan? Tot wat voor gedrag leidt het? Of? Als je je niet geaccepteerd voelt. Dan, je weet toch, als je jong bent en vol pit bent, dan heb je misschien eerder zoiets van, oké, fuck it, je weet toch, je accepteert me niet, dan fuck jou, je weet toch, ik doe mijn ding en ik heb jullie niet nodig, je weet toch. Mm. Zoals THC in de begindagen vaak zei, we maken een systeem in een systeem. Wij hadden het gevoel van, we horen niet in deze maatschappij, we horen niet in dit systeem. Oké, Gikkels, kan jij iets vertellen over tot wat voor soort gedrag uitsluiting kan leiden? Ik kom uit Bullenwijk. Dus ik heb dat vaak genoeg in mijn leven heb ik dat meegemaakt. Ja. Bullenwijk, dat is Amsterdam-Zuidoost. Amsterdam-Zuidoost. Wat heb je daar zoal meegemaakt? Misschien zit je in de tram of bij een pinautomaat. En dan zie je mensen meteen verdacht doen. Hè, een tasje wegtrekken. Terwijl ik ben gewoon iemand met een visie en met toekomstperspectief. En dan is het raar als mensen dan al een vooroordeel over je hebben zonder dat ze jou als persoon inhoudelijk kennen. Ja. En dat is wat in de tijd van THC, toen ze die track maakten, heerste dat. En dat is nooit veranderd. Sterker nog, dat is erger geworden. Dat is echt, maar we gaan het daar straks verder over hebben, want jij bent er iets mee gaan doen. Ja. Want even in het kort nog, Rox, wat is er eigenlijk allemaal muzikaal gezien met THC gebeurd sinds Wil Je Weten Hoe Het Voelt? We hebben natuurlijk het album gemaakt, waar Wil Je Weten Hoe Het Voelt opstaat, artikel 140. We hebben in de tussentijd diverse nieuwe leden getekend. Diverse, alle leden zijn weggegaan. Je begint helemaal te stralen. Ja toch, ik geniet van mijn werk. Ja, dat is mooi. Waar ik heel erg van geniet, dat is Arbidjan. Dat is een van mijn favoriete THC'ers. Mm. Arbidjan staat al inmiddels klaar met een track die op zijn lang verwachte soloalbum komt te staan. Onder baas Arbi. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is mijn favoriete track, Goed Zo, op een productie van Soul Searching. NPNL, goedenavond. Yeah. Mijn naam is Arbidjan van de THC, rechtstreeks uit Amsterdam. En deze draag ik op speciaal aan Sabine Kardash. Dank jullie wel voor alles. Hey bro, je weet zelf, je zit in mijn hart. Check it. Yo. Zeg, ik vind het wel goed zo. Yo, zeg, ik vind het wel goed zo. Yeah, kom op. Jongen, mijn hele leven is opgefokt. Dus ik neem er van mee, ik vind het wel goed zo. Ben helemaal alleen en ben geen god. Duivels om me heen, ik vind het wel goed zo. Ik weet er zit een steekje bij, want los. Zit heavy in de game, ik vind het wel goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo, goed zo. Goed zo. Hoe kan ik het beste bekomen? Hoe moet ik dit opzommen? Godverdomme, vervloek mezelf met elke seconde. Loop onder letters door, shit doet me niks. Ik hou van niggas. Voor een show in de kleedkamer breek ik alle spiegels. Bloody Mary, fuck die bitch, man is mijn ex. 666, mijn nummer, je krijgt mij een flex. We staan weer op de T-Lex, ja we zijn weer geheks. Heb vervelende teksten voor rappers, heb voor rappers, heb ik tekst. Dat is echt, trek er een les uit, wat ik zeg telt voor twee. 1, 2.
en waarschuw de rest. Mijn woord spreidt als de best. Mijn moordwijk is de best. En door het woordzaad represent. Wijk die gewoonlijk gewoon lijkt in je specs. Tot je wat hoort op SBS of in de pers. Ze kennen mijn soort, een gangbanger op zijn best. Coast talk, pak de tekst en de vesten 66. Vind het wel goed zo. Dat was Arbidjan met het nummer Goed Zo. Ja, en hij blijft een banger. Maar goed, kijk, het gaat er niet alleen maar om dat je gaat lopen zeiken over dingen die niet goed gaan, maar wat ga je ermee doen? De een schrijft liedjes, de ander trekt zich terug in zichzelf, de ander wordt juist vervelend op straat. Maar wij willen hier gaan kijken naar wat kan je als positiviteit ermee doen? Nou, bij ander stijl, jullie gaan iets unieks doen. Jullie hebben niet alleen een hip-hop platform, maar jullie hebben ook een politieke partij opgericht. Jullie doen mee in maart met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam Zuidoost. Wat heeft jullie daar daartoe gezet? Nou, eigenlijk het ontbreken van echte vertegenwoordiging van jongeren in de politiek. Hoe kwam je daarachter dan? Of waar merkte je dat dan? Nou ja, kijk, we hebben een nummer uitgebracht, Doofpot van Gikkels. En ja, dat nummer ging over een, dat was naar aanleiding van een aantal uitspraken van de politiechef en van de stadsdeelvoorzitter. En wij vonden dat gewoon belachelijk. Dus, maar nou, noem eens specifiek welke uitspraken? Nou ja, één iemand had het over een holbewonersmentaliteit die er heerste in Zuidoost. Die andere had het over, wat is er allemaal gezegd? Ik bedoel, er zijn zoveel dingen gezegd. Mm-hmm. Er worden al tijdenlang worden er dingen gezegd over de Bijlmer en over jongeren in de Bijlmer. En ze legde ook de relatie tussen het geweld en hiphop. Nou zijn wij een hiphop label uit Zuidoost en we vertegenwoordigen de hiphop uit Zuidoost. Dus als je die relatie dan legt... Wat dachten jullie toen jullie dat hoorden? Gideon had meteen zoiets van, we maken een track, want ja, toen waren we nog geen politieke partij of wat. We waren gewoon een label, dus... Maar dan nog dus is de stap heel groot, toch? Van je eraan irriteren, een nummer maken, discussie krijgen met mensen en dan toch maar je gaan inschrijven en mee te gaan doen met verkiezingen. Nee, maar die stap is niet zo groot, want ik bedoel, kijk, hiphop is zeg maar een manier om je stem te laten horen. En dat is waar het om gaat in de democratie, weet je, dat mensen hun stem laten horen. Mm. En als jongeren niet vertegenwoordigd zijn in de politiek, is er geen manier om, of moet je een andere manier hebben om je stem te laten horen. En hiphop is een belangrijke manier voor ons. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Maar, En uiteindelijk dus toch de partijpolitiek ingaan. Ja, maar ja, want kijk, politiek is volksvertegenwoordiging, dus mm-hmm. Het volk moet vertegenwoordigd worden. Mm-hmm. Als ik naar de huidige samenstelling van de lokale politiek kijk in Zuidoost, dan zie ik mezelf niet vertegenwoordigd. Mm-hmm. En heel veel mensen zoals mij zie ik niet vertegenwoordigd. Ja. Maar hoe ging dat dan? Dan zitten jullie bij elkaar op de kamer of thuis en dan komt iemand met dat idee. Ja. En dan gaan we erover praten. Kijk, sowieso, we zijn twee personen die gedreven zijn in alles wat we doen. En Robbie was altijd al bezig in Zuidoost. Ik ben ook altijd al bezig geweest in Zuidoost met muziek. Maar het is toch serieus? Ik bedoel, je kan toch niet zomaar meedoen met... Ja, nee, het is heel serieus. Tuurlijk is het serieus, maar als je... Kijk, er zitten nu mensen in de politiek waarvan wij vinden dat ze bullshit lullen. Ja, oké, wacht even, dat ga ik even checken. Ik ben benieuwd welke mensen dat dan zijn. Aan tafel hebben we het over Dibi. Dat is alweer een politieke ouderhut in het vak eigenlijk, toch? Je draait al een tijdje mee. Van 3 jaar. Nou ja, toch, je zit in de Tweede Kamer. Ik zit in de Tweede Kamer. Jij zit in Den Haag. Vind je het een goed initiatief wat ze nemen? Kan je er zelf in vinden? Kijk, soms heeft de politiek een wake-up call nodig. Zeker als ze zo erg in hun eigen wereld gekeerd zijn en misschien helemaal geen binding meer hebben met wat er leeft op straat en bij de mensen thuis. Dan, en ze willen niet luisteren, dan moet je ze ook maar laten luisteren door zelf het initiatief te nemen. Sowieso negatieve energie, waar dan ook, gebruiken om zelf dan iets positiefs te doen, dat steun ik altijd. Ik vind het zelf wel jammer. Kijk, ik heb het geluk gehad toen ik me ook druk maakte over mensen die bullshit spraken, heb ik wel een partij gevonden waarvan ik lid kon worden. Mm-hmm. Jullie hebben blijkbaar niet het gevoel gehad dat jullie deel konden uitmaken van een al bestaande partij. En dat vind je jammer, want daar begon natuurlijk je is dat jammer, want je wil dat de politiek mensen vertegenwoordigt. Maar als het dan niet zo is, dan moet je niet alleen maar gaan zeuren of zeggen ik ga toch niet stemmen, want dan het heeft toch geen effect, maar dan moet je wat doen. En op zich, dat wat doen hebben jullie wel gedaan. Alleen, kijk, het is niet makkelijk. Ja, het is liever bij GroenLinks jaar bikkelen. Ik had ze liever bij GroenLinks gehad, maar ja. Het is ook niet iets wat je eventjes doet, zeg maar. Hey, wat gaan jullie precies doen?
Wat zijn jullie hoofdpunten? Waar gaan jullie voor staan? Ons uitgangspunt is dat er geïnvesteerd moet worden in de jeugd. Er zijn veel te weinig faciliteiten voor jongeren. Maar dat zeggen ze allemaal. Als dat zo is, dan moet je er wat aan doen. Bijvoorbeeld neem een wijk als Holendrecht. Ja. Daar zijn geen faciliteiten voor jongeren. Er is een klein oud jongerencentrum wat heel eenzijdig is ingevuld. Dus je kan misschien pingpongen, maar verder gaat het ook niet. Wij vinden dat jongeren niet alleen voor pingpongen daarheen kunnen, maar ook bijvoorbeeld voor een baan. Of om hulpverlening te krijgen. Ja. Of om hun talent te ontwikkelen. Dingen combineren op één plek. Dus ja. Dat het niet allemaal verspreid is over verschillende instellingen. Er moeten meer faciliteiten zijn gewoon voor de jongeren. Dus goede centra, goede gebouwen, goed ingericht. Wat boeit jou dat als Robert zijnde, als Gideon zijnde, gewoon twee doodnormale jongens, om toch je zo te gaan inzetten? Want 9 van de 10 jongeren denken, het gaat toch niks veranderen, dus ik blijf gewoon in mijn eigen kringetje hangen. Dat heet, voor mij is dat persoonlijke ontwikkeling. Dat begrijp ik allemaal. Maar wat is het dat jij je tijd en je energie wil spenderen in zo'n politieke arena waarbij je zulke stukken elke week krijgt over weet ik veel, infrastructuur en zo? Ik ben jong. Mijn moeder zou altijd zeggen van ik ben jong, dus ik kan het nu nog doen. Mm-hmm. Dus ik doe het nu gewoon. Want ze beslissen maar en ze gaan en ze doen maar. Ik wil het nu met mijn eigen ogen zien. Even naar Tofik. Wat vind jij hiervan als je dit zo hoort? Ik vind het heel goed eerlijk gezegd. Ja, gaat het ook werken? Het heeft te maken met hoe jullie het zelf uiteindelijk gaan doen en of ze volhouden of niet en of je makkelijk laat afstrepen. Hoe zouden ze dan in jouw ogen moeten doen als je dit zo aanhoort? Dat leer je met vallen en opstaan. Toen ik net binnenkwam, ik werd aangezien voor stagiair de eerste dag. Je moet jezelf bewijzen, je moet keihard werken. En je moet ook, mensen gaan jullie al meteen met een scheef oog aankijken van oké, daar heb je twee gasten uit de Bijlmer. En ze denken dat ze politiek gaan bedrijven, maar we zullen wel zien, weet je. En dat kan je alleen maar weerleggen als je weet waar je over praat en als je hard werkt. Wat was voor jou de reden om echt de politiek in te gaan dan? Want voor hun is het hun eigen stadsdeel. Wat was het voor Tofik? Ik weet het niet. Ik zat op het moment dat ik dacht, ik wil iets doen. En ik maar wilde waar niet. Waar kwam dat doen? Waar irriteerde je je aan? Ik heb veel mensen in mijn omgeving gezien die wachten totdat iemand bij ze aankomt kloppen en komt zeggen, hier heb je een baan, of hier heb je geld, of hier heb je een voetbalcontract, of hier heb je een platencontract. En zo werkt het niet. Je moet zelf erop uitgaan. Ik dacht, er was een moment in het politieke debat na 2001, je weet hoe het is gegaan, dat ik dacht, ik kan dit en ik ben de juiste persoon voor die plek. En hoe ze ook op me gaan reageren, ik ga proberen om iets een bijdrage te leveren. Wat was de reactie van GroenLinks? Ik heb een aantal gesprekken gehad met de kandidatencommissie. Weet je, het leek een beetje op Idols. Er 3 mensen voor je en vragen. Ze wilden wel weten of ik wel wist wat ik daar kwam doen en wat het allemaal was en wat de partij was waar de partij voor stond. En volgens mij heb ik ze daar wel van overtuigd. Wat was een van de, en dan wil ik echt iets concreets horen, waarvan je dacht van dat is iets waar ik voor ga vechten voor jonge mensen. Dus één ding waarvan ik wist dat ik het ging doen, dat was horecadiscriminatie. Mm-hmm. Deurbeleid. Deurbeleid, ja. Ik heb dat vaak meegemaakt. Ik heb mijn broertje vaak gezien die in de vetste outfits vaak om 12 uur wegging en om 1 uur terugkwam en dan zei hij, we zijn niet binnengekomen. Mm. En als Kamerlid heb je bepaalde toegang tot allerlei faciliteiten. RTL4 wilde wel met mij, ik heb ze benaderd, met mij een undercoveractie opzetten in Amsterdam Centrum. Mm. Toen hebben we, ik en mijn broertje, in dezelfde outfits als 2 Hollandse gasten van Editie NL, zijn we naar een aantal tenten bij Leidse gegaan. En toen bleek dat de eerste 5 mij en mijn broertje hadden geweigerd en bij diezelfde 5 werden die andere gasten wel toegelaten. En we hadden van die cameraatjes. Wat heb je daar politiek aan veranderd dan? Want we hebben toen een groot debat gekregen in de Kamer over horecadiscriminatie. En ik heb het landelijk geprobeerd te regelen, maar het is niet gelukt. En dat was, als je geweigerd wordt, kan je meteen een sms'je sturen naar een nummer. Dat kan iedereen dus nu in Amsterdam doen. Sms klacht, spatie 3669. Vorige week zijn er 30 klachten binnengekomen en dat is meer dan in heel vorig jaar door die actie. Okay. Dus je kan wel kleine dingetjes veranderen. Oké. Rox, zou jij iets in de politiek willen doen? Zie je ooit als minister of zo? Ik zou wel graag meer zijn ogen willen openmaken, maar ik weet niet of voor mij politiek de beste manier is om dat te doen, weet je. Misschien is mijn rap en wat ik op dit moment doe een betere manier om dat te doen. Ik doe jongerenwerk, weet je. 1-op-1 met die jongeren praten is voor mij op dit moment een betere manier om het te doen. Okay. En wie weet in de toekomst. We gaan straks wel even verder discussiëren over wat we wel zouden kunnen doen, want Wij hebben wel een idee voor wie eigenlijk de minister van Jeugdzaken moet worden hier in Nederland. In 2035. Oh ja, we moeten nog lang wachten. Ja. Over de afgelopen jaren zijn de beschuldigingen over de jeugd van tegenwoordig enkel in ernst toegenomen. Jongeren hebben te kampen met vooroordelen, als
lui, egoïstisch, verwend, niet betrokken, grof en zonder normen en waarden. Dit zijn geen nieuwe aantijgingen. Decennia lang hebben jongeren over zich heen laten lopen. Nooit kunnen ze zichzelf zijn, altijd leidend onder die vooroordelen. Hoog tijd dat daar verandering in komt. Reza is de jongen die veranderingen kan brengen. Hij kan die kloof tussen jong en oud overbruggen. Want hij staat dicht bij de mensen en is geliefd bij mensen. Weet hierdoor goed waar zij zich voor interesseren. Begrijpt wat het is om niet begrepen te worden. Ik ben echt lastig, jij. En heeft al een sterke politieke lobby. Where's my guapsen? Samen met Reza kunnen we bouwen aan een mooie toekomst voor onze jeugd. Want Reza kan zorgen voor de veranderingen waar wij in geloven. Nou, Bijlmerstijl, wordt dat wat met Reza als minister jeugdzaken? Ja. Ja. Hey, want hoe willen jullie jongeren gaan interesseren voor politiek? In Zuid-Oost kennen jongeren Bijlmerstijl. Dus als wij dan aangeven van luister, dan dit is zo belangrijk om zelf in te participeren, om het zelf te doen, dan gaan zij zich er ook meer in verdiepen. Omdat ze zien van, hey, Bijlmerstijl doet mee aan de verkiezingen, maar hoe zit dat dan? En wat kunnen we nog meer doen als we zelf niet de politiek ingaan? Je kan overal je ding doen. Ik bedoel, soms helpt het veel meer als je een film maakt of een liedje maakt, dan bereik je veel meer mensen. En mensen vinden het ook vaak leuker om iets te horen van iemand die niet in de politiek zit, omdat zodra je in de politiek zit, denken ze, oh, je wilt zeker stemmen winnen, daarom zeg je dit. Ons label was zeg maar geen passend kader meer voor de interesses die we hadden. Want ik bedoel, wij maakten ons druk om dingen die gebeurden in de politiek. Snap je wat ik bedoel? En dan kan je wel nummers blijven maken, maar op een gegeven moment moet je dan ook de stap zetten om echt in het hol te gaan en om die... Ja. Ja, als je kijkt naar die campagne van Obama, hoeveel rappers, hoeveel artiesten, hoeveel sporters zich niet hebben bemoeid met politiek, die eigenlijk nooit interesse hadden in de politiek, omdat ze iets wilden veranderen. Mm. En omdat ze zichzelf vertegenwoordigd zien. Ja, ik bedoel, ik had het ook toen ik naar... Ik heb, dat was de eerste keer in mijn leven dat ik het helemaal heb gevolgd. Gewoon vanaf dat die man, begon met zijn campagne over Obama heb ik gedaan. Ja. En dat was, jawel man, zeker weten. Rox, heb jij nog een laatste ding toe te voegen? Ik denk dat de gemiddelde Nederlander, weet je, die stemt, niet eens inhoudelijk precies weet waar de partij voor staat, weet je. Ik zie laatst een documentaire over, je weet toch, een heel soortje Geert Wilders aanhangers. Ja. En ze leggen uit waar... Ze zijn wel niet de meest slimme mensen allemaal. Ja, maar ja, toch, ze leggen uit waarom ze achter hem staan. Ja. En wat mij opvalt, is dat ze niet eens weten waar hij voor staat. Maar ze weten in ieder geval, ja, hij zegt tenminste waar het op staat. Ja, heel dom, weet je. Zou jij stemmen op Bijlmerstijl? Normaal zou stadsdeelraadverkiezingen of whatever het allemaal nooit interesseren. Mm. Nu dat hun erin zitten, is het wel interessant. Okay. Dus dat is één ding. En dan kan je altijd verdiepen in de standpunten en kijken van, oké, nou ze weten in ieder geval wel waar ze het over hebben. Het is niet, je weet toch zomaar iets. Okay. Nou, misschien zitten we volgend jaar hier weer. Hoe kijken we dan terug op het afgelopen jaar voor jullie? Ik denk dat het een jaar is waar heel veel dingen samenkomen. En op artistiek niveau en op politiek niveau. En vooral op politiek niveau, Gideon? Nee, en ook op muzikaal vlak gewoon. Alleen maar wauw. Wauw, wauw, wauw. Dus je kan het wel gewoon blijven combineren dan? Ja, tuurlijk. Ik ben een beest, man. Ik ben nu 25, ik kan lekker gek doen. Rox, wat ligt er bij jou in de planning? 12 februari, nieuwe TSC Records mixtape. En wanneer komt Arby's album aan? Hey, die TSC Records mixtape is ook interessant, hè? Arby. Ik wil het weten van Arby. Arby John is de beste rapper van heel Nederland, laat me dat nog één keer zeggen, weet je. Duidelijk. Tovik, wat kunnen we van jou nog verwachten? Ik hoop dat 2010 het jaar wordt waarin dat integratiedebat in Nederland gaat veranderen en dat we een stap verder gaan zetten. En ik ga proberen ook mijn bijdrage eraan te leveren. We wensen jullie natuurlijk heel veel succes 3 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Broeja & Co volgt jullie sowieso, dus dat kan je altijd bij ons checken. Absoluut. THC, veel succes. Tovik, jij ook. Sahmi? Ja, voordat wij gaan afsluiten gaan we natuurlijk luisteren naar muziek. Ja, maar wat vond je daarvan? Heb je nog iets opgestoken? Is de positie verbeterd, verslechterd? Nou, als ik het zo hoor aan tafel is de positie wat jongeren betreft, wat zij zeggen, gewoon hetzelfde gebleven. Ik hou me niet bezig met politiek, ik hou me bezig met mooie televisieprogramma's maken. Dus ik vind het hartstikke leuk dat ze hier aan tafel hebben gezeten en dat we dat even konden bespreken met de heren. Interesse, zeg maar.
Nee, ik ben wel geïnteresseerd hoor. Ik ben zwaar geïnteresseerd. We gaan het hierbij laten. Jalal voor president worden. We gaan kijken naar de mannen. Echt, geloof me, dit zijn de mannen voor 2010. En ze komen uit Zuidoost natuurlijk. Ze hebben de grote prijs van Nederland gewonnen in december. Hier zijn Dredd en Krullen met We Gaan Verder. We gaan verder. Okay. Yes. Let's go. Net als net. Iedereen handen in de lucht. En hou ze hoog. Hou ze hoog. Doe het maar. Yes. Iedereen. Ik ga verder. Kijk wat stil te staan. Ik ga verder. Iedereen. Ja, ik ga verder. Blijf jij daar maar staan. Maar ik ga verder. Verder. Ik ga verder. Kijk wat stil te staan. Ik ga verder. Broeder. Maar het zit daar, het staat als haar en doorlopen, we trappen die poort open. Je hart raakt naar deel wanneer je ons hoort komen. Dus Dredd en Krullen, voor wie kritiek heeft, zijn maar lekker lullen. Proost op die betere dingen, zodat we verder kunnen. Maak je geen zorgen, genoeg zit nog voor morgen. Geen oldschool dingen, nee, dit is precies voor morgen. Breng millennium rap, te ver voor die rappers aan zet. Je voice played out, die rappers zijn wet. Te ver, zo ver dat je vraagt, waar is die? Te ver voor je, die fucking klas, die zijn er voor me. Aan verder denken, heeft me verder gebracht. Dus waarom zou ik rijden denken, ik ben verder dan dat. Blijf focus, mijn hoofd bij de les, zodat ik verder kan. Doe mijn ogen denken aan, good to go, dan kunnen we verder gaan. Ik ga verder, tijd om stil te staan. Ik ga verder, iedereen. Ik ga verder, blijf jij daar maar staan. Maar ik ga verder, verder, ik ga verder. De tijd om stil te staan, ik ga verder. Broeder, ik ga verder. Je werk wijst en ik het red zijn me. Kerren blijven. Nu ga ik verder dan versie. Dan kijken door redden. Kijken verder dan redden wijzen. Die wijzen hoe ver de sterren rijken. Geen verder met schrijven. Toch testen die cyclen. Letters die snijperen. Luisteren met luise oren. Vele negers zijn bezig. Rijden ze uit de koren. Ben herboren. Doden mijn oude ik. Net suiciders. Net als bloed in mij. Flow ik door mijn continuïteit. Zonder jullie erbij. Dit is de nieuwe mij. Die de pubers krijg. Ik ga verder dan de laatste uur de tijd. Een wagen vuurderij. Grijp wat de fuck mijn toekomst. Wie kijkt naar het verleden, draait terug naar de toekomst. Ik vloek soms, het varieert wat tijd. Niggas kijken de hoek om. Ik ga ze in en voorbij. Ik vind het